Allereerst van harte welkom in het Dordrechts Museum. En wat een fantastische opkomst. Het is echt boven onze verwachtingen. Het is een hele bijzondere dag, dus onze conservator Sander Pabelberg kwam met het idee om alle schalkers van Nederland uit te nodigen. Dat hebben we geprobeerd, dus we hebben een persbericht gezet in de kranten en we hebben zoveel mogelijk schalkers zelf gevonden in de telefoonboeken. Die hebben we echt een uitnodiging gestuurd van: vindt u het leuk om aanwezig te zijn bij deze dag? En tot onze grote verbazing en vreugde hebben meer dan 80 mensen gereageerd op onze uitnodiging. En zoals u ziet, het is een ontzettende levendige, gezellige dag en zelfs een reunie voor sommige mensen. Ik vind het zo goed georganiseerd. Ik sta perplex. Ik wist niet dat die grote Vriekus zo mooi kon schilderen. Het is gewoon een aanwinst. Je bent nou een beetje trots. U bent ook een schalk. Is het schalk met CK of gewoon met K? Gewoon met een K en zonder N. Dus de arme tak van de familie. Ja, als je dat zo wil zien. Wat vindt u van de schilderijen van de heer Schalken? Nou, ik ben diep onder de indruk. Ik heb ooit wel eens een schilderij van hem gezien. En dat was ook met dat met zo'n kaarslicht en dat licht en dat donker. En ik vind hem heel mooi in zijn details. Ziet u enige gelijkenis in de schilderijen van de heer Schalken met uw familie? Een beetje wel, moet ik zeggen. Ja, de neusjes met name. En de rechte. En een beetje dicht bij elkaar staande ogen. Een beetje, maar het is een kleine mondje. Dus misschien bent u wel een nazaat. Ik ga het helemaal uitpluizen, want het lijkt me wel leuk. Daar zou ik wel trots op zijn, ja, als het zo was. En dan misschien nog iets met de erfenis. Ja, mijn peettante die was ervan overtuigd dat wij nazaten zijn. Een schalke uit Zwolle, Aad Schalken, die is begonnen met de hele stamboom. En die ging in eerste instantie ging die terug tot 16 zoveel. Maar nu hoorde ik van een neef van Aad Schalken uit Zwolle dat we al in 1411 geregistreerd staan. Tot zover hebben we dan de kennis. Maar het is ook belangrijk om te weten dat de kunstzinnige aard komt ook terug van Schalken, de schrijnwerker, in de Sint-Jan van den Bosch. Daar is hij dan meester in het gilde van de schrijnwerkers. En dan maken ze het koor, dan maken ze het, de koorbanken en alles. En dat is uitgebreid geregistreerd geworden. Ja. En daar is een boek van. Ik zag er net eentje en dat was precies mijn oma Kees. Gek maar waar, die trekking, dat zag je. Ik wist helemaal niet dat je zo'n grote familie had. Nee, wist ik ook niet. En daarom vind ik het zo leuk dat het museum deze dag heeft georganiseerd. Ja. Ja, jij bent een beetje de gastheer, hè? Grijpig. Ja, ze hebben mij gevraagd om in ieder geval als Dordtse schalk ook deze familie welkom te heten. En dat vind ik alleen maar heel erg leuk. Zitten er nou ook, denk je, nog echte familieleden van je bij? Of zijn het allemaal aangetrouwde? Ik heb in ieder geval mijn moeder, die is erbij als aangetrouwde schalken. En mijn partner is erbij, ook als aangetrouwde schalken. En voor de rest heb ik eigenlijk weinig bekende familieleden gezien. Maar het geeft wel een soort van reuniegevoel. Ja, dat is het zeker. Heel erg leuk. En wat vindt u van zijn schilderijen? Ik vind ze erg mooi. Ik heb er nu net een paar gezien, maar ik moet de rest eerlijk gezegd nog bekijken. Hij was een beetje schalkse man, hè? Ja, en dat mag. Want het is op een hele impliciete manier soms. Dus dat is, vind ik leuk. Ja. De schilder Schalken, komt die er ook in voor? Uiteraard. Niet alleen Godfried, maar ook Maria komt uitgebreid aan de orde. Dus u bent familie van Godfried Schalken? Ik zou het niet weten, want wij zijn weer van de katholieke tak en je hebt de protestante tak. Dus, en die zijn al eerder uit elkaar gegaan. Dus of het nou maar ze zitten wel allemaal in dezelfde lijn. En dus hoe je dat precies uit elkaar moet halen, dat is voor ons onbekend. Meneer Schalken, had u al eens eerder de schilderijen gezien van de heer Schalken? Inderdaad, ik heb dit museum eigenlijk al een keer bezocht en enkele schilderijen in het verleden al gezien van hem.
Maar nu bij de tentoonstelling, wat vindt u ervan? Ja, de tentoonstelling is geweldig. En ook de presentatie vooraf van die tentoonstelling was zeer interessant. Als familie Schalken zijn veel details toch niet bij iedereen bekend. En dit was nog wel verhelderend. En ik heet zelf Theo. En daar zit ook een Theo. En dat is ook een Theo. Maar dat kan geen toeval zijn. Nee, dat kan geen toeval zijn. Maar het kunstzinnige, dat komt ergens elke keer weer terug. Ja, dan kunnen we aannemen dat u familie bent, hoor. Dan kun je eigenlijk toch wel denken van ja, het zal wel in diezelfde... Het zit in de genen, laten we het zo zeggen. Bent u familie van Godverdieners van Schalken? Ja, ik ben een rechtstreekse familie en een oom en broer van mijn opa. Die was gerechtsdeurwaarder hier in Dordrecht. En die heeft het destijds ergens begin 1900 uit laten zoeken. En het bleek dat we rechtstreeks afstammelingen zijn van Godriders Schalken. Alleen in de Franse periode is de C uit de naam verdwenen. En bakkerij Schalken Naaldwijk. Wij zijn een generatie in 1986 was er al een schalkenbakker op de Brouwersgracht in Den Haag. Nee, in 1745. In 1745 was er een bakker op de Brouwersgracht en die heette Schalken. Ja, dat is geen schilder. Nee. Maar onze zoon die heeft nu nog steeds het bakkersbedrijf. Dus heel veel die hier zijn, die komen allemaal uit een bakkersfamilie. En onze zoon is eigenlijk de enige die het nog doorgezet heeft. Ik ben eigenlijk van de bakkerstak. Ja. Opvallend is vandaag bij deze familiebijeenkomst, zowel bij de schilderijen, maar ook bij de mensen die hier vandaag van de familie Schalk aanwezig zijn, dat ik als enigskind ontdekt heb dat er veel mensen zijn waarvan ik kenmerken in het gelaatsuitdrukking vind. En dat is een bijzondere gewaarwording, is dat in de bouw van de neus, de ogen, hoe dat die in de schedel staan, is toch zijn belangrijke kenmerken van enkele familieleden die ik vroeger zelf gehad heb en helaas inmiddels allemaal overleden zijn. Dat ziet u nu hier ook alweer terug bij sommige van uw mede-familieleden. Ja, klopt. En dat is toch wel een bijzondere ervaring, moet ik zeggen. Heeft u zelf ook schilderambities? Nee, ik doe dat meer in het beeldhouwwerken en een beetje met hout bewerken. Dus toch wel in de kunstzinnige richting? Van kunstzinnigheid zit wel in mij. Dus misschien heel ver toch nog een nazaat? Nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat er ergens in die genen wel iets is blijven hangen. U bent een directe nazaat, hè? Ja, klopt. Ja. Wat is uw naam? Johan Schalken. U lijkt niet op hem? Nee. Mijn zoon lijkt er wel wat meer op. Ja, die heeft qua ogen, qua neus, komt er wat meer overeen als bij mij. Ook de bruine ogen, ik heb blauwe ogen. Dus er zit wel wat meer vergelijking in. Maar ik heb wel de creatieve achtergrond vroeger wel getekend en geschilderd. Dus er zit wel een gele kwestie in nog steeds. Net zo mooi schilderen als uw verre vooroom? Nee, geen portretten. Wel landschappen, dat lukte wel. Maar qua tekenen wel wat portretten, maar schilderen echt alleen de landschappen. Dus toch wel ja, in die kunstzinnige hoek. Ja. Dus misschien wel weer een moment om het weer op te gaan pakken. Dus er zijn er hier meer, ja, die van de bakkerstap, maar niet. Mijn opa had 6 broers. Eentje was een smid. Eentje reed, die had in Rotterdam een sigarenzaak. Eentje ook in Rotterdam, die reed op de tram. Maar de rest... Een schilder, homa. Geen schilder, nee. Weet u dat al lang, dat u een rechtstreekse nazaat bent? Ja, het was, in mijn familie was het bekend. Vanwege mijn opa dus. En vervolgens via mijn vader en mijzelf. En nu heb ik het overgedragen aan mijn zoon en kleinzoon en kleindochter. Dus die naam die blijft voortleven? Die blijft gelukkig voortbestaan, ook in Dordrecht.